In april 2010 ging men van start met de aanleg van de westelijke tangent. En nu breekt alweer een nieuwe fase aan. Op maandag 14 mei starten we met de werken hier aan de westelijke tangent in Sint-Niklaas. Waar vroeger de twee rotondes apart zouden uitgevoerd worden, gaan we die nu als één grote fase bekijken. Dus zowel de rotonde aan de Tuinlaan als die aan de Hoge Bokstraat gaan samen uitgevoerd worden. Het grote voordeel is dat de werken 4 maanden vroeger klaar zullen zijn. Door de onderbreking van de Noord-Zuidverbinding zal het verkeer een wegomlegging moeten volgen. De mensen die van Hamme, Dendermonde komen vanaf de N41 vandaar komen, die gaan we via de N70, de Singel, de Plezantstraat zo naar het noorden sturen. Ook de mensen die vanuit het noorden van Sint-Gillis, van Steken en van Sint-Pavels komen, gaan we in tegenstelde richting dan natuurlijk via die route opnieuw naar de N70 en dan respectievelijk naar de E17 of richting Dendermonde geleiden. Omdat het zeker op de piekuren druk zou kunnen worden, spoort de politie mensen aan om het openbare vervoer of de fiets te nemen. Het is ook zo dat wij vragen aan de mensen dat de alternatieve routes die zij wensen te gebruiken, dat het hoofdwegennet gaat zijn. Want wij gaan die natuurlijk ook moeten controleren. Het is natuurlijk niet mogelijk dat wij al dat verkeer dat normaal door de Hoge Bokstraat zou rijden, dat wij dat nu in de binnenstad zouden hebben of in Belzeel of Sinaï. In september zouden de werken achter de rug moeten zijn.